Bij aanvang van de Nederlandse voorbeschouwing op de lang verwachte finale van het Eurovisie Songfestival gaf presentator Rick van de Westerlaken blijk van een mengeling van emoties. De sfeer was doordrongen van een dubbel gevoel, al dus van de Westerlaken, en dit was onmiskenbaar te wijten aan de recente disqualificatie van Joost Klein, die aanvankelijk ook deel zou nemen aan dit spektakel op zaterdagavond. Deze avond had een ware viering kunnen zijn. Met inbegrip van het optreden van Joost Klein merkte van de Westerlaken op. Hij beschouwde de beslissing om Klein te disqualificeren als een buitengewoon zware maatregel, die onvermijdelijk een schaduw wierp over de festiviteiten. Terwijl de presentator zijn rol vervulde in het bedienen van de kijkers en het voorbeschouwen van de aanstaande finale, kon hij niet nalaten te erkennen dat er een onderliggende tragiek heerste. Aan de ene kant willen we de avond vullen met vreugde en anticipatie, gericht op de finale, legde hij uit. Maar aan de andere kant kunnen we niet voorbij gaan aan het tragische element dat zich heeft voorgedaan. Deze tweeslachtige atmosfeer kleurde ongetwijfeld de ambiance van de avond, waarbij oprechte vreugde en opwinding werden getemperd door een gevoel van teleurstelling en verlies. Desalniettemin bleef de show doorgaan, met de hoop dat de essentie van het Eurovisie Songfestival, met al zijn glans en emotie, het publiek zou blijven boeien en verbinden, ondanks de obstakels die zich hadden voorgedaan.